Hans Duits worstelt al jaren met zijn overgewicht. En na lang zelf trainen en afvallen ondergaat de zanger 3 dagen geleden een maagverkleining. Aaron gaat thuis bij hem langs met een fruitmand. Hans, ik voel ook allemaal muziekinspiratie hier opkomen. Nou, ik helemaal niet hoor. Nee? Een nieuw nummer over de fruitsmoothie. Maar de baas zei ja, ik heb geen bananen. Ja. Afgelopen maandag gaat Frans Duits onder het mes. Met een maagverkleining hoopt hij een stuk gezonder te worden. Ik had een lang gevecht. Ik kom van 138 kilo af, ben naar de 115 gegaan. Nu inmiddels was het weer 122 kilo. En dan lukt het je niet meer alleen. Dus nou, dan ga je hulplijnen inschakelen. Ja. Dat heb ik gedaan. Ja, want je wil uiteindelijk onder die 100 komen. Is dat het doel? Mijn doel is ergens rondom de 95 uit te komen. Ja. In de eerste instantie zal ik een stukje lichter gaan worden. Ergens rondom de 80. Weet je de dag nog dat je 82 kilo woog? Toen was ik nog een jochie, denk ik. En hoe voel jij je nu? Nu heel goed. De eerste 2 dagen beroerd, kan ik zeggen. We zijn nu 3 dagen verder. Ja. En ik zou bijna zeggen, joh, ik kan vanavond de bühne op. Dames en heren, daar gaat hij. Frans moet vorig jaar afscheid nemen van zijn vader Chris. Die wordt maar 68 jaar en dat is een wake-up call. Je vader heeft daar ook een meegespeeld, denk ik. Die heeft daar zeker een rol in gespeeld. Ja. Mijn vader die is ook een beroemde heer Puurzang. Dus die wilde leven zoals die wilde leven. Nou, dat hebben we geaccepteerd. Ja. Alleen, ja, mijn vader is niet heel oud mee geworden. Nee. En zeiden je kinderen toen ook iets van, pa, dit willen we niet meemaken? Dat nee, dat hebben ze niet gezegd, okay. Maar dat merk je natuurlijk wel. Ze willen niet op jonge leeftijd de vader verliezen. Zijn vrouw Marloes is de vooroordelen over de operatie zat. Er zijn mensen bij inderdaad die zeggen van, lekker makkelijk, weet je, je vreet het eraan, snij je maag eruit en we vallen weer af. Nou, dat is het dus niet. Marloes hoopt vooral dat er nog genoeg Frans overblijft om van te houden. Ja, ik ben natuurlijk niet op een mager ding gevallen. Dan moet wel in ieder geval een beetje body blijven. Ja. Als we dan een beetje spierballen erbij hebben en misschien een sixpack, ja, you never know, hè? Sixpack. Op je gezondheid. 30. 105. Nou, Aaron, het ziet er nu allemaal goed uit, hè? Maar hij gaat natuurlijk afvallen de komende tijd. Maar vlak na de operatie ging het niet zo lekker. Nee, hij kreeg last van kortademigheid. Hij kwam uit die operatie, moet je je voorstellen. En Marloes zag hij weer. Die operatie was overigens live. Dat was te zien op internet. Hij wilde daar heel open over zijn. Nou, voor mijn gevoel was dat misschien iets te open. Want we zagen de maag er echt letterlijk uitkomen. Maar goed, toen kreeg hij een soort van shock. En toen schoot Marloes ook helemaal in de stress. Van, ja, wat gebeurt er met mijn Frans? Dus moet je je voorstellen dat je net die operatie heb gehad. Maar dat hoort er blijkbaar bij. Het is ook geen lullige operatie. Mensen onderschatten dat. Ja, het is echt een ontschatting. En ik dacht, daarom hadden we het er ook over met zijn vrouw Marloes. Van ja, makkelijk, weet je wel. Dat kan een reactie zijn die mensen hebben. Maar Frans is wel een voorbeeld die echt zijn best heeft gedaan om het er ook af te krijgen. Hij is een Bourgondier, dat zegt hij. Hij leeft ook een apart leven als artiest. Nou, André weet dat ook. Je gaat s'avonds op pad. Je eet nog om 3 uur 's nachts soms een hapje. Dat kan gebeuren. Maar hij traint ook heel hard. En dat ging maar niet beter. En toen bleef hij rond die 130 kilo hangen. En toen zei hij, ik wil dit aanpakken, ik ga dit doen. Ik kan me herinneren, in wat was het, maart of zo, toen hadden we de opnames van Ondertussen in Nederland. Hij was daar ook en toen was hij wel behoorlijk afgevallen inderdaad. Ja. Maar dat is later dus weer een beetje bijgekomen. Ja, en hij schommelde bij de 120 en toen zei hij, ja, ik moet hier gewoon vanaf. Hij wil echt naar die 85 kilo, dat is haalbaar. Dat gaat de komende 3 maanden nu gebeuren. En dat gaat best wel snel. Dus ze zijn ook bezig met zijn imago, is natuurlijk de vrolijke volkszanger. Best wel vol. En ook zijn Marloes zegt, ik wil wel mijn teddybeer houden. Want ik wil wel iemand die nog naast me staat, waar ik lekker mee kan knuffelen. Maar hoe gaat het daar thuis nu dan? Doet iedereen wel een beetje mee met de sapjes en de gepureerd eten? Ja, de blender staat groot op het fornuis en daar gaat alles in. Hij grapte al, we gaan er ook biefstukken in gooien. Nou, dat weet ik niet of dat nou heel lekker is. Lekker, maar dat kopje wat je net zag, daar doet hij ongeveer een half uur over om dat weg te krijgen. En dat duurt dan heel lang voordat hij weer wat anders kan eten. Zijn dochters moeten daar wel aan wennen. Die zeggen ook, je blijft toch wel de gezellige papa. En dat is ook het lastige, zegt hij, met eten. Het is altijd zo gekoppeld aan gezelligheid. En dan gaan ze lekker een hapje eten en dan natuurlijk bestellen we lekker die frietjes. Nou, dat gaat nu veranderen. En sporten moet hij, hè? Hij gaat sporten, ja. En we zijn in de sportschool even bezig kijken. Hij heeft een enorm huis waar hij gewoon een gym heeft. Daar is hij ook veel te vinden, dat blijft hij doen. En hij heeft zijn huis te koop gezet. En er is eindelijk dan kan hij niet meer in die gym. Nee, dat komt dan wel weer goed, denk ik. Maar na een aantal jaar heeft hij nu een koper gevonden. Ongelooflijk, het is gewoon een hele sportschool. Een hele sportschool. Je hebt je huis te koop gezet. Ja, weet je, het is heel groot. Ja. En mijn wens is gewoon nieuw bouwen. Dat wil ik ooit een keer gedaan hebben. En het is een aardig prijskaartje, hè? Dat valt wel mee. Het is 1.265.000. Ja. Als je dit in Amsterdam moet vinden, dan ga je naar de 4, 5 miljoen. Dat is waar, ja. En heb je al een koper? Er zijn nu gegadigd. Echt waar? Ja. Dus het kan zomaar zijn... Het kan maar zo zijn, ik kan maar zeggen, nu moeten we eruit. Dat zou maar zo kunnen.
enorm. En waar gaat hij dan naartoe? Hij wil in Tiel blijven, ja, maar hij wil een helemaal nieuw bouwen. Nou, ja, het zou zomaar kunnen dat hij eruit gaat zo. En zaterdag gaat hij optreden bij de Woerdense vakantieweek. Volgens zijn artsen kan het. Hij gaat op een krukje zitten, André, moet je je voorstellen. Dan pakt hij de microfoon. Hij moet heel veel aan zijn ademhaling werken. Maar hij zegt, ik wil mijn fans niet teleurstellen. Ja. En het mag, hij gaat het als proberen. Als doet hij de akoestieke versie van alles, toch? Dat kampvuur. Ja, het zou heel intiem kunnen worden. We wensen hem het allerbeste. Ja, en dankjewel aan. Knap van hem.